aflevering hebben wij een hele speciale aflevering. Vanavond gaan we lekker eten met muziek. Barbecuefeest. Bijvoorbeeld Kianke Ingrid zongetje in zijn gewonnen. Welkom Tim. Dankjewel. Hallo kijkers. Ik ben Timo en ik ben een collega van Francine en Mandy van de afdeling Vrije Tijd. Ik hoor ook al vanavond oude Kianke van Sherpa een zongetje. Ja. En waarom? De directie van Sherpa heeft aangegeven dat ze alle cliënten van Sherpa en buiten Sherpa heel graag in het zonnetje willen zetten. Omdat na een moeilijk coronajaar cliënten van Sherpa dat eigenlijk wel verdienen. Hele dag thuis. Kijk, ik kook niet Nee, uit. Daarom. En daarom organiseren we nu allemaal leuke evenementen. Zoals afgelopen week hadden we een oliebollenmiddag en we hebben een ijsmiddag gehad en een snackcar is geweest en poffertjes. En vanavond sluiten we alle evenementen af, hier op de dagcamping, met een grote barbecue. Er komen ongeveer 120 cliënten en begeleiders komen hier vanavond barbecuen. Er is een zanger, er is een loterij waar je prijzen kan winnen. Dus we zijn nu hard bezig om alle tafels neer te zetten en zodat iedereen ook voldoende afstand kan houden. En dat iedereen ook moet blijven zitten vanavond. Dus iedereen krijgt een mooie stoel en een mooie plek. Dus daar zijn we nu allemaal mee bezig. Ja, er is vanavond een Hollandse zanger. En die gaat daar in het midden van de piste gaat die staan. En daar gaat hij optreden. Dus zingt hij allemaal leuke liedjes. Links! Ja, zo zie je maar. Ik heb gewoon weer een feestje komt. Eindelijk naar de corona. Leuk hè? Daar zijn we wel aan toe. Ja. Maar ik wil jou bedanken voor een hele mooie invloed. Graag gedaan. Blijf kijken, kom nog bellen aan me hoe het is geweest. Ja. Blijf kijken. Hoi, ik ben Esther. Nou ja, waarschijnlijk kennen jullie natuurlijk al. Ja, ik heb ook een beetje aan het stopperjournaal. Mevrouw de Boterhessenwel wordt nou een beetje uitgedeeld. De mensen komen een beetje binnen druppelen. Dus ja, we kunnen niet zo heel, nog heel veel doen. Hoe kom je om een idee om voor mensen buiten te doen? Hoe kom ik op het idee? Nou ja, weet je, ik word gewoon gevraagd door de begeleiders van de Sherpa Catering. En dan zo kom ik er een beetje bij. Heb je zin in? Ja, we hebben er heel veel zin in, zeker wel. Ja. Ik geniet er zo van. Ik vind de hele camping vind ik al echt fantastisch en dat ben ik vaak te vinden. Maar zo'n avond, dat is helemaal fantastisch. Ik loop de hele tijd te glunderen. En ik zie dat de cliënten met wie ik mee mocht het ook fantastisch leuk vinden. Heb jij dit wel gemist in de coronatijd? Ja, ik vond het wel echt jammer dat je veel minder mensen ontmoet en zo. We hadden gelukkig wel feestjes in de achtertuin en dat soort dingen. Maar natuurlijk alleen met de eigen groep. En nu vind ik het heerlijk dat je weer mensen mag ontmoeten. Ik hoop dat er na een gigfeestje meer komen natuurlijk. Ja, zeker. Daar kijk ik echt naar uit. Meer ontmoetingen en meer feesten. Want voor mij ben je nummer 1. Zing een lied met een lach en een traan. How can I find this place when I do it just the way they tell the stories when they sing old stories. José, je mag wat kiezen. Wat neem je mee? Je moet wel goed, zie je? Neem je die mee? Dan kan je ijsjes maken in de vriezer. Zullen we nog één keertje? Ja. Oké, de laatste keer. Loodjes klaar, dames en heren. Daar gaat hij. 443. Dankjewel. Ja, hij is helemaal goed. Wat neem je mee naar huis? Ik heb nog chocolaatjes en deze. Geef me een groot applaus, dames en heren. Michel. Gewonnen. Heb je het gewonnen? Ja. Met wat dan? Van die bingo loterij. Ah, was er ook nog een bingo bij de barbecue? Ja. Wauw.
Ben je er blij mee? Ja, we zijn er blij mee. Hey. En wil je nog wat kwijt aan onze kijkers? Nou ja, ik heb een lekker leuk lol gehad vandaag. Geet alles. Ja? Ja, ik heb een lekker. Vind je een beetje goed feest? Ja hoor. Waar zijn wij nu? Nou, kijk, wij zijn op de dagcamping Emerhoort. En dat is een dagcamping van de afgelopen 2 weken. Waar we allemaal feestjes hebben gegeven voor cliënten van Sherpa. Wie heb ik georganiseerd? Ja, dit is heel leuk. Dat hebben 3 mensen georganiseerd. Die zijn echt fantastisch. Dat is Mandy, Francine en Timo. En die hebben dat met z'n 3 bedacht en helemaal georganiseerd. Ik ben er wel heel erg trots op dat ze dit hebben gedaan. Want kijk, we hebben 1,5 jaar door corona konden we niet naar buiten. Kom je al een idee om dit te doen voor onze cliënten? Nou kijk, het is zo. Ik kreeg een brief van Lida. En Lida woont hier op de Zuurstraat. Hi Lida. Hi. Hey. Hey. Zo, ik hoorde dat er weer feest was geweest. Ja, ik vond het geweldig. Ja? Ja. En ik begreep dat jij Henk ook nog een brief had gestuurd over feestjes. Ja, dat klopt. Dat? Omdat we daar niet meer kunnen doen. Mm-hmm. Dat, weet je wat, ik ga mooie tekenen maken. Dat de mensen allemaal weer vrolijk worden waar ik woon. Mm-hmm. En dat wij weer even weer een beetje vrolijker worden door die mooie tekeningen. Een mooi klein beetje feestjes kunnen doen. Ja, hè? Ja. Had je heel erg gehoopt dat er weer feestjes kwamen? Ja. Miste je ze misschien een beetje? Ik mis het heel erg. Waar zijn we nu met corona? Nou, het gaat gelukkig heel veel beter, hè? We hebben niet zo heel veel besmettingen meer. Dus het gaat echt wel heel veel beter. En heel veel mensen hebben een prik gehad. Of 2 prikken gehad in de arm, hè? Ik denk jij ook. Ja. En als je nou gevaccineerd bent, zo heet dat, hè? Dat je een prik hebt gehad. Nou, dan ben je niet meer zo besmettelijk. Dus dan kunnen we weer, zoals vanavond, buiten een feest geven. Op een heel langzame manier opbouwen. Ja. Ja, we moeten heel voorzichtig blijven. En we gaan heel langzaamaan alles steeds meer open doen. We moeten het heel voorzichtig doen, want anders komt het weer terug. Ja. Maar vanavond is het feest. Ja. En hebben we een feest met een barbecue speciaal voor jullie. Omdat het zo'n zwaar jaar geweest is. Ja. Dank hen voor die mooie. Ik hoop dat je een hele fijne avond hebt en ik hoop echt dat iedereen heel veel geniet weer van een feestje. Hey. Toppers doen het samen!